Jazeker, het is weer tijd voor Werkverkeer, de videoserie waarin we, zoals jullie weten, onderweg gaan met een ondernemer met een goed verhaal. En de tips en trucs die die ondernemer vertelt, kunnen jullie dan weer inzetten in je eigen ondernemerschap. En vandaag gaan we het hebben over marketing, een even ongrijpbaar als belangrijk onderdeel van ondernemen. En mijn gast van vandaag weet er gelukkig alles van. Wat een waanzinnig leuke auto. Zo, maak kennis met Louise Doorn, de founder en CEO van Hello Maas. En welkom in Werkverkeer en aan boord van deze Alfa Romeo Stelvio, Louise. Ja, dankjewel. Mooie rode bolide. Ja, vind je het wat? Ja. Dat is wel een sfeertje, ja. Hè? Nee, van een classy uitstraling. Mag ik jou een marketinggoeroe noemen? Ja, wat is een goeroe? Ik vind het altijd een beetje een moeilijk woord. Ik werk al wel heel lang in marketing en ik heb veel innovatieve dingen gedaan. Maar ik ben vooral bezig geweest om marketingorganisaties slimmer en efficiënter te maken. Ja. En ook vooral te helpen, hoe kan je nou in die jungle van al die verschillende tools en al die verschillende kanalen die continu veranderen, Ja. Hoe kan je daar wat structuren in aanbrengen, zodat je uiteindelijk marketing neer kunt zetten voor wat het bedoeld is, en dat is om bedrijfsdoelstellingen te halen. Goed. Ik ben een ondernemer. Ergens weet ik wel dat ik iets zou moeten doen met marketing. Maar ik vind het ook compleet ongrijpbaar. Waar moet ik beginnen? Nou, je begint altijd bij de klant. Wat zijn de behoeften? Hoe denkt de klant over jouw merk? Ja. Wat doen de concurrenten? En vervolgens begin je vanuit die inzichten. Ga je kijken naar je eigen waarden. Dus waar sta je voor als bedrijf? Wat maakt jou uniek? En op welke manier kan ik dan bepaalde kanalen inzetten om die relatie te gaan bouwen en te bestendigen? Hoe weet je dan waar je goed aan doet? Ja, nou dat is dus het is in principe een enorme jungle. Er zijn heel veel marketing tools, iets van 7000. En daarnaast zijn er zeker meer dan 50 verschillende marketingkanalen. En die veranderen ook continu. Kijk maar naar Facebook, die hebben ook allerlei algoritmes en data. Dus als je denkt, nou ik weet nu hoe Facebook werkt, maar je doet er een jaar niks mee, kan je weer overnieuw beginnen. Ja. Dus hoe bouw je dan ook een marketingorganisatie en hoe zorg je ervoor dat die relatie met die klant altijd goed blijft houden? En wat is daar het antwoord op dan? Nou, dus continu de vinger aan de pols houden, te begrijpen welke kanalen interessant zijn voor jouw doelgroep en daar aanwezig te zijn. De meeste ondernemers hebben niet het budget om overal in te zetten, dus je moet daar heel erg zorgvuldig mee omgaan en vooral klein beginnen, heel veel leren, vervolgens krijg je rapporten waarin je ziet wat wel en niet werkt. Mm-hmm. En vervolgens maak je dan een keuze om met bepaalde dingen verder te gaan en andere dingen mee te stoppen. Zo, we zitten inmiddels op de ringweg van Amsterdam. Waar gaan wij vandaag naartoe, Louise? Nou, we gaan naar de podcast studio in Vondel CS in het Vondelpark. Ik heb een podcast die heet Hello Masters. Ja. Waar ik met allerlei marketingdirecteuren, maar ook ondernemers in de marketing praat over het snel veranderende marketinglandschap. Oké, en daar zijn jullie met Hello Maas flink op ingesprongen, hè? Want Maas staat in dit geval voor Marketing as a Service. Wat betekent dat in jouw woorden? Nou, dat betekent, om het heel praktisch te maken, dat je eigenlijk voor elk marketingkanaal en ook voor de meeste belangrijke marketing tools via ons platform altijd een specialist kan vinden die met ondernemers aan de slag kan gaan. We hadden het net al over veranderingen in de marketing en over trends. En daar wil ik eigenlijk nog even over doorgaan. Wat is wat jou betreft nu de belangrijkste trend binnen de wereld van de marketing? Nou, dat je echt ergens voor staat als bedrijf, als merk. Mm-hmm. Marketing ging soms ook wel een beetje over het verkopen van een of andere droom die niet realistisch was. Maar door social media vooral is er heel veel transparantie in. Is een bedrijf nou eigenlijk echt wel, is de service wel goed, hè, met al die reviews en al die ratings. Dus de klant die bepaalt eigenlijk waar het merk over gaat. Ja. De trend is heel groot en dat zie je bij grote bedrijven. En met Nike bijvoorbeeld, die echt een positie neemt ten aanzien van discriminatie of zelfs heel politiek. Dat had je 5-6 jaar geleden, was dat heel moeilijk als merk en deden heel weinig mensen dat, omdat het ook glad ijs is. Ja. En nu zie je vaak dat heel veel merken zich juist daarop onderscheiden. Ook de jongere generatie, die wil dat ook, die wil dat een merk ergens voor staat. We zijn bijna bij de eindbestemming, maar het leek mij leuk om per verschillend type ondernemer even een tip te geven wat nou handig is om te doen in de marketing. Mm-hmm. Laten we eens beginnen met de ZZP'er. In Nederland ook heel erg in opkomst. Ja. Wat is de gouden tip voor een ZZP'er op het gebied van marketing? Nou, wat het lastige is met ZZP'ers, van hoe bouw je nou reputatie? Een reputatie die echt is. Dus eigenlijk echt personal marketing?
Ja, en dan zie je een aantal die worden dan heel actief, die gaan vloggen of die gaan op Twitter en die gaan hun kennis daar etaleren. Maar dat kost ontzettend veel tijd. Mm-hmm. En er zit ook heel veel ruis in. En zit jouw klant dat uiteindelijk ook? Hè? Nou, vaak is dat toch niet zo. Maar wat de klant wel behoefte aan heeft, is gewoon hele authentieke reviews. Is iemand, doet hij wat hij zegt dat hij doet? En past hij ook bij mijn type bedrijf? Dus voor een ZZP'er is denk ik heel erg belangrijk om een plek te vinden waar je je reputatie heel authentiek kan bouwen en dat je ook kan kapitaliseren naar nieuw type opdrachten. Want de meeste ZZP'ers houden helemaal niet van acquisitie. Wat betekent dat ze heel vaak in hetzelfde kringetje blijven werken, waardoor ze eigenlijk niet groeien. En de MKB'er dan? Nou, wat je ziet in Nederland, dat heel weinig MKB'ers echt digitale marketing omarmen. Ik begrijp dat ook heel goed. Want waarom doen ze dat dan niet? Nou, er zijn heel veel kanalen. MKB'ers zijn ook gewoon hartstikke druk met gewoon hun bedrijf in het algemeen. En dan marketing. Ja, dan horen ze in het weekend, oh, je moet wat met landing pages doen. Of je moet wat op Facebook. Mm-hmm. Dat is die jungle waar we het over hadden. Ja, precies. Ja, ja. En dan is het toch wel van, hoe moet ik daaraan beginnen? En en waar start ik dan? Weet je, wie kan mij daarbij helpen? Maar gelukkig, er zijn ook heel veel tooltjes die het nu heel erg makkelijk maken. Dus je zou heel laagdrempelig gewoon kunnen beginnen met een landingpage. En die kan je heel makkelijk zelf in elkaar zetten. Of als je zegt van, goh, ik heb daar iemand bij nodig die mij even helpt om wat in mijn hoofd zit op papier te zetten. Ja. Nou, er zijn ook allerlei mensen voor ons, bij ons op het platform. En dan zou je in principe gewoon 2-3 dagen kunnen zitten. Jouw passie en jouw drive en jouw doelen aan een goede copywriter uitleggen. En dan kan je dat in principe vrij snel op zo'n landingpage neerzetten. Kan je daar wat, bijvoorbeeld wat Facebook ads of wat LinkedIn ads. Het ligt een beetje aan wat je doelgroep is, mm-hmm. maar dan kunnen we ook kijken wat past bij jou. En kan je gewoon die boodschap over de bühne gaan brengen. Nou, dan ga je gewoon eens kijken, werkt dat of werkt dat niet. En op basis daarvan kun je meer gaan doen en krijg je ook feedback over welke boodschap nou aansluit bij je doelgroep en welke niet. En dat helpt je dan weer om je bedrijf ook beter te positioneren. En in jouw Hello Masters podcast heb je heel veel CMO's, hè? Echt de grote mensen van de grote bedrijven. Mm-hmm. Wat is je advies aan dat soort mensen dan vaak, terwijl ik even een waarschuwing van de auto krijg? Nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde als bij kleinere ondernemers. Kijk, je moet gewoon focus hebben. En uiteindelijk moet je heel veel experimenten draaien om continu te begrijpen wat er wel en niet werkt. Alleen de schaal bij grote bedrijven is natuurlijk veel groter. Mm-hmm. Dus voor dat soort mensen geldt meer structureren? Ja, structureren, maar ook durven. Want je ziet nog wel eens bij grote organisaties, dan moet iedereen een plasje overleggen en zijn goedkeuring geven. Ja. Ja, dat werkt niet zo lekker in de marketing van nu. Je moet gewoon wel op een gegeven moment zeggen, hier sta ik voor als merk. Ik ga hier mijn boodschap omheen bouwen. Mm-hmm. En ik ga dat gewoon valideren bij mijn doelgroep. Dus en dan af moet en toe ook een beetje, zoals Nike wat je net vertelde, lef tonen. Ja, precies. En ergens voor staan en dan ook het mandaat regelen om het te doen. Mm-hmm. En dan, dan heb je het beste resultaat. Of je hebt in ieder geval snel genoeg inzicht in wat wel en niet werkt. Oké. Okay. En tot slot, wat is de beste les die jou ooit geleerd is? Dat is een hele goede vraag. Bij alles wat ik heb gedaan, waar ik van geleerd heb en wat ik voor mij succesvol vind, is dat ik altijd veel risico's heb genomen. Okay. Dat je uit je comfortzone gaat, niet te ver, maar wel aan het randje. En daar is een beetje de magic voor mij. dus ik zou iedereen ook aanraden van sluit jezelf niet op in wat je denkt dat, zoals het hoort, of zoals het moet. Volg gewoon je gut, volg je hart. En daar gebeuren meestal de goede dingen, maar werk er ook hard voor. Het is echt niet makkelijk en zeker bij marketing ook. Je moet een hele hoop experimenteren, dus af en toe in de avonturen doorpakken. Ja. En op die manier kun je blijven groeien, maar daar moet je wel actief achter staan. En dat geldt voor ZZP'ers, MKB'ers, CMO's en zelfs voor marketinggoeroe Louise Doorn. Zeker. Mooi verhaal, dankjewel. We zijn op 1100 meter van je eindbestemming. Wauw. Dankjewel voor je tijd. Ja, alsjeblieft. En veel succes in de studio straks. Ja, en dankjewel ook voor een mooi tochtje door regenachtig Amsterdam.